Greg, ik heb je filmpje gezien en ik vond hem echt superleuk. Leuk dat je de mensen laat zien wat je als een topsporter moet doen in een training en buiten de trainingen om. Ik wens jou echt heel veel succes met je laatste jaar in jouw weg naar Rio. Het is dinsdag en weer een nieuwe dag. Ik heb ongelooflijk veel spierpijn. Ik weet niet wat ik heb gedaan. Ik denk dat het door de trainingen komt van gisteren. En vandaag staat een krachttraining op het programma, dus ik ben wel erg benieuwd. De eerste training zit erop. Net even wat clips heb gedaan, wat oefeningetjes. Mijn lichaam is echt, die zegt nu stop. Ik moet alleen nog het krachthonk in. Ik weet niet hoe ik dat allemaal ga volmaken. Alles doet pijn, van top tot teen. Dus alleen nog even het krachthonk in. En dan met het beentjes in het water. En daarna even goed lunchen. Zo, even een lekker hapje eten. We hebben natuurlijk Morgenhof. Wine Estate, samen met Marita Vins, Rosina en Ilka Sint-Niklaas. Dus, ik ben hier bij Morgenhof. Het zal waarschijnlijk een kipsalade worden. Ilka heeft er al zin in. Dus we weten hoe het smaakt. En, ik kan niet wachten om mijn kippiesalade te eten. Ik zal straks even een foto laten zien. Het is weer een nieuwe dag en dat betekent weer aan de bak. En het lijkt erop alsof ik nu lekker in het water ga liggen. Maar ja, schijn bedriegt. Het wordt gewoon keihard werken en aqua joggen. Dus ik moet gewoon weer vol aan de bak. Dus ik zit nog steeds met mijn lichaam. Ik werk nog niet helemaal mee, maar ik doe mijn best. En alles om super fit te worden, zodat ik echt straks weer de baan op kan. Ja, het valt nu wel heel zwaar, maar ik ben positief. Dus kijk aan de bak. Het is vandaag donderdag en waar ben ik weer te vinden? Uiteraard in de gym. Het lichaam werkt nog niet helemaal mee, maar ik doe er alles maar ook alles aan om helemaal fit te worden. Valt niet mee. Straks een medicijnbal workout. En vanmiddag op de baan trainen met Pieter Bruin, Ilka Sint-Niklaas. Kijken hoe dat gaat. Dus, nu is het vooral hard werken, zweten. Hier in de gym om het lichaam helemaal fit te krijgen.